Welkom bij deze kennisclip over het klaarzetten van opdrachten voor het vak havenlogistiek. Je hebt een overzicht gekregen wat je per week moet klaarzetten in Teams, zodat de leerlingen daar hun opdrachten kunnen inleveren en hun opdrachten kunnen maken. Wat ik aanraad is om gewoon aan het begin van het jaar alles vast in Teams klaar te zetten zonder het toe te wijzen. Dan is het echt een kwestie van alleen op toewijzen drukken als je het nodig hebt. En dan is dat zo gedaan. Alle opdrachten heb ik al voor jullie klaargezet. Die staan al in de testklas HVL en dan onder het kopje opdrachten. En ze staan ook op chronologische volgorde. Dus we beginnen met 1.5. Dat is net als het in het overzicht staat wat jullie van mij gekregen hebben. Hier staan dus al die opdrachten. Nou, die staan dus nu in de testklas en die moeten straks in jouw eigen klas gaan komen. Ik zal even laten zien hoe je dat doet. Je gaat eerst een team aanmaken. Dat doe je hier onderin. En dan kies je een team aanmaken. Je kiest altijd lesgroepen en naam. Nou, dan noemen we hem klas TSL 1A. Even als voorbeeld. Als stel dat het dus jouw klas is, dan doe je dat op deze manier. Je kan eventueel nog een beschrijving erbij zetten wat je zelf prettig vindt. Ga je naar volgende en dan wordt het team aangemaakt. Nou, hier kan je dus studenten toevoegen en ook docenten. Het is verstandig om wellicht een andere docent ook toegang te geven tot jouw klas, zodat als jij er een keer niet bent, een andere docent het over kan nemen. Of eventueel doe mij Remco als procesbegeleider toevoegen, zodat ik in ieder geval ook erbij kan en eventueel een andere docent kan toewijzen. Mocht je een keer afwezig zijn voor langere tijd en het iets overgenomen moet worden, dan is dat makkelijk te doen. Nou, ik ga eventjes geen leerlingen toevoegen, dat moet je straks wel uiteraard doen als je weet wie er in je klas komen, maar dat weet je waarschijnlijk hoe dat werkt. Vervolgens klik je op overslaan en wordt het team aangemaakt. Ga je naar opdrachten, dan moeten we nu waarschijnlijk even wachten, want het team wordt waarschijnlijk nog aangemaakt. Ja, de klas wordt nog ingesteld, komt binnenkort even terug. Dus we gaan heel even wachten totdat het werkt. Het werkt ondertussen, even gewacht. Daar is die. Nou, we kunnen hier dus kiezen onder opdrachten voor maken. Dit is dus jouw klasse, klas TSL 1A, opdrachten en dan klik je op maken. Nu ga je hier kiezen voor de optie vanuit bestaande. Ga je vanuit bestaande. Jullie hebben waarschijnlijk niet zoveel teams als dat ik heb, maar je gaat dus naar testklas HVL. Je klikt die aan en je klikt op volgende. En hier zie je vervolgens alle opdrachten staan die in testklas HVL staan. Dit zijn al die opdrachten die ik net liet zien en alle opdrachten die je nodig hebt voor de eerste periode. Nou, je begint bij het begin, 1.5, transportfase. Je klikt op volgende en hij kopieert zo de hele opdracht erin. Kijk even goed, bij resources staat ook het Microsoft Forms formulier erin, wat ze moeten maken. Dit tekstje kan je laten staan, je kan er ook voor kiezen om dit zelf aan te passen. Verder, waar moet je op letten? Nou, hier kan je dus toewijzen aan alle leerlingen, alle studenten die in je team zitten. Dat is wel het makkelijkste als je met een hele klas werkt. Vervolgens, let op die einddatum. Die moet je gaan invullen op het moment dat je hem wil gaan toewijzen. Dus stel, je wil dat de leerlingen hem uiterlijk op 19 juli inleveren. Nou, dan klik je 19 juli en dan kan je een tijdstip aanklikken. Nou, 23:59. Nou, dan stel je dat in en dan kan je te laat inleveren toe te staan, ja of nee. Ik zou op nee klikken, want dan kunnen ze na de deadline gewoon niet meer inleveren. En dan hebben ze niet aan de opdracht voldaan. Deze opdracht staat nu dus klaar. Je kunt twee dingen doen. Je kunt hem toewijzen, dan kunnen de leerlingen dus ook echt erbij. Maar dat zou ik niet doen. Ik zou wachten totdat je in de bepaalde week zit waar je aan gaat werken. Dan zou ik hem pas toewijzen. Dus druk op opslaan. En vervolgens komt hij hieronder in concept te staan. Je kunt nu gelijk doorgaan. Nu kun je kijken, de tweede, werkles 1, volgende. En vervolgens kan je ook hier weer op opslaan. Je moet altijd heel even wachten, want hij heeft even de tijd nodig om te kopiëren. Nou, hij is klaar. En je drukt op opslaan. En je kan automatisch weer naar de volgende. Transport, fase, plusmodaliteiten 2.1. En ook die opdracht staat er nu in. Hij is nog aan het kopiëren. Zodra die klaar is, kun je opslaan. En opslaan. Ja, en zo kan je dat dus met alle opdrachten die er staan, kun je dat doen. Ik raad aan om het gewoon aan het begin van het jaar gelijk te doen. Staan ze er allemaal in. En kan je hier dus straks gewoon erop klikken. En kan je op toewijzen drukken als je wilt toewijzen.
Verander uiteraard wel eventjes de datum wanneer je wilders hem uiterlijk inleveren. En op dat moment kan je dus op toewijzen drukken. En dan ontvangen de studenten de opdracht en zien ze de deadline. Zo simpel is het. Je kan dat dus voor alle opdrachten doen. Vergeet alleen niet om het toewijzen te doen. Dus op deze manier. Nou, dat was het. Succes met de opzet van je klassen. Bedankt.